Rozenweg, de Red 737.
linksaf de oprit naar A1 op richting Hengelo Almelo. Thank you.
hoogste aantal in 11 jaar. Politie kan niet zeggen hoe het kan dat het aantal winkeldiefstallen zo flink is gestegen. Het is beroerd gesteld met de zorg voor mensen met long-covid, staat in het AD vanochtend. Je bent al vaak erg moe en hebben van de problemen met concentreren. Wie zware long-covid-klachten heeft, ervaart het zorgstelsel als een zwart gat, zegt de patiëntenfederatie in de krant. In Soedan is een wapenstilstand ingegaan van 3 dagen. De vraag is of de partijen die strijden om de macht in het land zich eraan houden. Want eerdere vechtpauzes die werden niet nagekomen, de afspraken daarover. De bedoeling is dat inwoners zo naar het ziekenhuis kunnen en buitenlanders kunnen worden geëvacueerd. Na de ontploffing van de grootste raket ooit in Amerika vorige week zijn er zorgen over fijnstof. Brokstukken en zand en stof kwamen terecht in bewoond gebied in de staat Texas. Experts doen nu onderzoek, want het kan zijn dat er puin voor vervuiling zorgt. 2 gestaakte voetbalwedstrijden worden vandaag uitgespeeld zonder publiek. Door wangedrag van supporters werden ze afgelopen weekend stilgelegd. Gaat om Groningen NEC in de Eredivisie. Nog 72 minuten op de klok, het staat daar 0-0. In de eerste divisie NAC Willem II, waar Willem II met 1-0 voor staat met nog een kwartier te spelen. En een bijzondere vondst in een auto in Schotland. Op de achterbank vond de politie naast veel geld, heroïne en cocaïne een lammetje. Wat het dier daar deed is een raadsel. 3 mensen zijn opgepakt en er wordt nu voor dat lammetje gezorgd op een boerderij. Het stuifeljacht weer grijs vandaag, soms erbij en 10 graden weer op weer.nl. Dat is toch weer. Ja, we gaan nog geen nieuws doen. Ik ga er lekkertjes op. Nieuws te hebben. Tijdens de verkeer vraag ik op de A1 richting Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaak in 10 minuten. De A2 richting Utrecht tussen Empel en Den Haag nog 5 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp een kwartier. De A7 richting Zaanstad tussen Hoorn en Averhoorn 10 minuten vertraging. A12 richting Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort 20 minuten. En op de A50 richting Os tussen Waterberg en Grijshoort een kwartier vertraging. 6 kilometer file. Een snelheidscontrole die kom je tegen langs de A31 richting Harlingen. Dan word je verongeleerd bij Franeker 20.7. Over 1 minuut zie je muziek van Keith Grove. Al die waiting, hoor je zo.
beetje staan, stiekem. Oh, ja. Ik vind het wel een probleem. Kijk, als je maar vroeg gaat slapen. Maar ik snap wel dat je niet even tijd wil hebben. En je hebt ook van die campers die dan tot laat nog vuren stoken en muziek aan en een gitaar ervoor. Ik vind het mooiste campers, vind ik altijd die dat altijd neerzetten dat er een enorme schotel uitkomt. Ja. Een grote televisie. Denk van ben je nou, doe je. Ja, dat is wel. Zoals we rijden het huis. En je ziet ook nog van die campers met voorwiel drive en zo. Maar die moet niet wil kamperen in Europa. In Noorwegen bijvoorbeeld. Dat heb ik al vaak gedaan. In Noorwegen of Zweden, daar mag je wild kamperen. Dan mag je wel aan de regels houden. Ik was met twee andere gezinnen, met drie campers waar wij aan het kamperen in Noorwegen. En er stond één tentje bij hem neer. En dat was mooi. Dat was een mooi plekje. Dus dan gingen wij ook staan. Nou, die pad. Het was s'nachts om na 10 uur. Het was echt 5 of 10. Want om 10 uur moet je dan stil zijn. Ja. 5 over 10 klopte die aan. Zo. You have to obey the Norwegian law. Oh ja. En dat je moet stil zijn. Zo. Ja. En daar waren we hem. De kinderen waren helemaal doodsbang voor die man. Dus een man alleen in een tentje. In een natuurgebied. Kilometers van de woonde wereld. Ja. En die zat daar. En het was een hele enkel man. En jouw dochters heb je ook in een tentje gelegd buiten. Jullie als enige in de camper. Nee, ze hebben ze 4 in 1 bed gelegen. En ik was helemaal stil van angst. Voor die man. Heel leuk hoor, dat camper. Dat is echt heel leuk. Ik zeg het net. Moet je echt een keer doen. Ja. Volgens mij vandaag hebben we een lokaal buitje. Door de wind is het fris. Het wordt een graad of 10. De 538-ochtend met straks jouw kans op een van de laatste kaarten voor 50 Koningsdag. Dat is een Timberlake. Ik stap de feeling.
kanker en hart- en vaatziekten, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. Nu de pandemie voorbij is, is het aantal coronadoden flink teruggelopen. En daarna moet je uit aangeschoot of dronken naar huis fietsen. De provincie Utrecht wil het niet meer. Wekelijks belanden, mannelijk gezien, tientallen mensen op de eerste hulp. Fietsongeluk waarbij alcohol in het spel is. Daarom is een campagne begonnen in Utrecht om dronken fietsers te waarschuwen. Die heet Trap er niet in. Ik heb altijd dat ik heel goed kan fietsen als ik dronken heb. Ja, ik ook. Dat is het probleem van dat fenomeen waarschijnlijk. Ja, nou, oké. Ik denk altijd dat we heel oude grapjes hebben. Ik heb heel goed in bed ben. Nee, hier.
kompas. Ja. Ja. Kompas. Kompas. Op de kleine kinderen. Of op jou. Dus. Ja, op de kleine kinderen. Ja. En wat is jouw favoriete drankje? Wijn. Wijn. Ja. Ja. En wat is jouw lievelingskleur? Nee, die heb ik niet. Nee, die heeft niet. Oké. Okay. Wat voor auto rijdt ze? Dan is het de winnaar. Met name het gedaan. Laat ze geven voor mij. Ja, met name.
Zo staat vanochtend in een brief uit Politiek Den Haag in het Dagblad van het Noorden. Worden steeds meer drugslabs opgerold in het noorden van het land en in Zuid-Holland opvallend veel. Er zijn ook steeds meer ongelukken met drugslabs. Er kan een brand of een explosie. Er wordt ook flink meer gestolen uit winkels in ons land. De eerste maanden van dit jaar gebeurde het ruim 12.500 keer. Dat is het hoogste aantal in 11 jaar. Allerlei iconen te Nederlandse tv. Ze stond er na 23 jaar mee. Olga, commandeur. We zijn klaar voor de hartslagoefening. Het wordt een schaatsbos. Diep gaan zitten. Handen mag je op de heupen zetten of op je rug. Olga is bijna 65 en wil volgens het AD meer gaan genieten van het leven. Over een maandje zijn laatste uitzending en een opvolger wordt gezocht. Ja, we willen heel graag met haar bellen, maar zij doet alleen haar eerste interview vanmiddag pas bij Belgen Max. Ja, dat is toch op televisie. Ja, dat is haar werkgever. Ja, natuurlijk. Want je las in de krant ook interessant, Bart. Wanneer neem je die uitzending op? Want je moet op een gegeven moment, ja, iedere dag denk ik, zijn ze er wel een keer. Ja, ze doen er 3 weekenden per jaar, het hele jaar neemt ze op. In 3 weekenden, het hele jaar? Ja. Dat is echt wel een hele dag, echt fysiek. Ja, ik denk niet dat ze, dat ze 200 afleveringen er maken, maar een stuk of 40 en die wisselen ze dan. Of ja, als het okay. Herhalen kan, moet dat wel kunnen natuurlijk. Ja, dat heb je niet door. Ja, het ene pakje staat, ja, steeds een nieuw pakje aan, denk ik. Steeds een nieuw pakje aan, met nieuwe mensen, want gaat op die ronde dingen staan om nieuwe mensen dan weer beter te doen natuurlijk. Ja. Ik heb wel eens geprobeerd om met de foute vrienden om daarop te kunnen staan. Oh ja, dat heeft niet opstaan. Dat was een straf voor mij. Ja. In plaats van ja, ging eigenlijk eens een keer sporten. Daar is ook staan. Maar daar ging ze toch niet bij akkoord. Nee, precies. Had ik zo zin in. Ja, dat snap ik. Ik had er geen straf meer. Ik had er zo zin in. Ja, maar het zou gewoon echt een eer zijn als je daar even een aflevering hebt. Ja, dat had ik helemaal over. Ik ga even serieus mee. Dat gaan we niet grappig doen. Nee, gewoon echt serieus mee. Ik moet ook wel zeggen, het is de laatste tijd wel heftig geworden hoor. Want eerder was het nogal rustiger. Maar als je echt een aflevering van de laatste tijd kijkt, als je bij kon helpen, bij kon houden. Ik vond het zelfs gewoon pittig. Dus dit is een stukje uit de aflevering van vanochtend. Wat is dat? Nou, wij geven het lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij
die zet ik naar de onderkant. Dus ik haal eerst de bovenkant eraf. En dan zet ik eigenlijk compleet de poes weer bovenop het hoortje. Ja. En dan kun je mij heel gemakkelijk met het hoortje eten. Ja, dat is goed. Ja, dan ben je de categorie de verbouwer. Want op een gegeven moment zijn ze ook in categorieën onderverdeeld van poes eten. Dus ja. Je hebt de prikker, je hebt de likker, je hebt de splitter, de kantelaar en je hebt de verbouwer. Dus echt, ben je een typische verbouwer. Dan weet je dat. Ja, fijn. Prikker vind ik zo gek. Ja, maar dat echt met een vork in het midden en dan gewoon duwen. Ja, dan gewoon duwen en dan alles aan alle kanten op spijt. Ja, maar dat zijn mensen die ook echt thuis een rotzooi hebben. Zo. Die gaan er allemaal zo overal afvuigen. Hele gekke mensen. Doel, goedemorgen. Goedemorgen. Nu maar hopen dat jij geen prikker bent, want we hebben ruzie natuurlijk. Hoe jij het? Ik haal het bovenkantje er netjes af. Ja. En dan eet ik de room met een vorkje op. En dan plaats ik weer op elkaar en dan de rest eet ik met eindjes. Oh, wat grappig zeg. Wat grappig. Ook een goeie, die ga ik even proberen. Ja, zo goed, ik heb er weer. Variatie, hè? Ja. Battle Push nummer 3 komt. Ik krijg nog wel een keer. We hebben nog geen Battle Push hier in ons bezit. Nee, dat is lastig. Hij heeft geen veel leven. Zo, jij, ja. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe doe jij het? Ik eet het met Battle Push. Oh, ja, je klinkt ook als een chique tante, inderdaad. Met best een groep. Maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Ja, bedoel ik dat? Niet dan met een steekmesje, met van die fijne tandjes, dat het mooi uit elkaar weer vliegt. Ja, kartelmesje. Ja, fijn. Ja. En je zit er niet op de zijkant? Op de zijkant? Ja, dat je hem op de zijkant zet, zou ik zeggen. Dan kan je makkelijk. Nou, ik dacht dat het moeilijk is om te proberen.
200 afleveringen aan maken, maar er is een stuk of 40 en die wisselen ze dan. Of ja, als
gokken. Herhalen kan, moet ook wel kunnen natuurlijk. Ja, heb je niet door, ja, het hele pakje staat. Ja, steeds een nieuw pakje aan, denk ik. Steeds een nieuw pakje aan, met nieuwe mensen. Want gaat op die ronde dingen staan om nieuwe mensen dan weer mee te weten doen natuurlijk. Ja. Nee, ik heb wel eens geprobeerd om met foute vrienden om daarop te kunnen staan. Oh ja, dat heeft u niet opstaan. Dat was een straf voor mij. Ja. In plaats van eigenlijk eens een keer sporten. Daar is ook gedaan. Maar daar ging ze toch niet bij akkoord. Straat en de bestemming bevindt zich aan de rechterkant.